Mama, hoe veilig voel je? Ik voel me hier heel veilig. Ja, iedereen houdt goed afstand en overal staat mondkapjes op en iedereen doet dat netjes. Dus ik voel me hier heel veilig. Nou, ik vind het hier over het algemeen bij de middenstand en bij het afvallen met de horeca best veilig hier. Er zijn niet zo heel veel mensen binnen, dus ik vind het op zich een veilige omgeving om te winkelen. Ja, ik voel me hier wel veilig als ik winkel. Ik winkel hier ook graag. Het is heel stil, voldoende ruimte. En iedereen lijkt zich aan de maatregelen te houden, behalve ik. Dus voor mij is het veilig. Nee, grapje. En in de winkels ben je toch wel verplicht om een mandje of een karretje te gebruiken. En het mondkapje, daar houdt gelukkig ook iedereen zich wel goed aan. De HEMA, de Kringloop, Kruidvat. Ik vind het best wel veilig. Ja, ik zei nog tegen mijn moeder, je kan wel gewoon de afstand houden. Dus ik voel me er wel prima bij. Je kan overal netjes je handen ontsmetten. Er zijn over het algemeen goede loopbanen. Er wordt rekening gehouden met de hoeveelheid mensen in de zaken. Dus volgens mij is het allemaal best wel goed geregeld hier in de stad. Ik denk dat je hier echt heel veilig kan winkelen. Ik ga niet online kopen, maar ik doe mijn inkopen veilig, verantwoord en op een rustig moment. Het is zaterdag, het is op zich een drukke dag, zou je zeggen. Maar het is nog heel erg te overzien. En iedereen loopt vrij rustig, zeg maar, de winkels in en uit, waardoor je gewoon afstand kan houden. Eigenlijk zie je eigenlijk overal mondkapjes. Dus, Ik draag zelf wel een mondkapje, zoveel mogelijk. En ik probeer ook wel afstand te houden. En volgens mij de meeste mensen doen het wel, ook wel. Ja, ik ben oké. Nou, heel erg veilig. Absoluut. We lopen hier nu al een half uurtje rond of zo. En ik ben zelf eerlijk gezegd niet zo heel erg bang voor het coronavirus. Maar wat ik zie is dat iedereen zich hier keurig aan de regels houdt en afstand bewaart. Veel mensen toch met mondkapjes in de winkels. En gezellig. Ja, nee, jammer zeker. Dat de horeca niet open is.